Hallo business babes, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kom podcast. En ik roep heel enthousiast business babes, maar nu bedenk ik me net, misschien luisteren er ook wel mannen naar deze podcast. Dat weet ik helemaal niet. Eigenlijk ben ik heel benieuwd wie dan naar deze podcast luistert. Zou je eens nu op dit moment iedereen die nu luistert, maak even een screenshot en tag mij op Instagram dat je luistert in je stories. En dan ben ik heel benieuwd of ik een man ga zien. Dus als jij een man bent en je luistert, durf ook eens een screenshot te maken en tag mij eens eventjes op Instagram. Ik ben super benieuwd namelijk wie er luistert. Ik weet dat er super veel fantastische vrouwen luisteren, maar ik roep het wel heel enthousiast: Hello girl bosses, hello business Misschien zijn er ook wel business boys. Dus puur voor mijn nieuwsgierigheid. Laat me eens eventjes weten wie er luistert. Dan kan ik ook nog beter uh, nou ja, aansturen op goede content. Kan ik nog uh, beter creëren. Ja, dus laat me dat weten. All right, vandaag. Eentje over manifesteren. Dit is toch wel. Ja, het komt terug in alles wat ik doe. en alles, alles wat, ik, uh, wat ik creëer. Maar vandaag mag het wat, wat meer naar de voorgrond komen. Manifesteren is echt. Het is eigenlijk mijn ding. Het is, het is mijn ding. Ik, ik, ik ben er de hele dag onbewust mee bezig. Ik ben er al jaren mee bezig. Ik merk dat ik zoveel erover geleerd heb. En afgelopen vrijdag uh, mocht ik spreken op het uh, Empower Me event van uh, Artjana. En uh, dat was fantastisch. Het was de grootste groep waar ik tot nu toe uh, voor heb mogen spreken. En daar ging het ook over love attraction, money mindset en manifesteren. En, ik merk dat daar zo'n passie zit voor mij. Als ik daarover mag spreken en mensen daarover mag inspireren. En dat er dan ook echt in zo'n zaal een connectie wordt gemaakt. Ook al zijn het 110, 120 mensen, ik weet niet, 150, ik weet niet precies hoeveel het er waren. Maar dat er dan echt een connectie wordt gemaakt. En achteraf kwamen er mensen naar me toe. En die zeiden dat, dat mijn talk mijn zoveel indruk had gemaakt. En uh, dat ik ze in de actiestand had gezet. En dat er kwartjes waren gevallen. En, ja, iemand ik kan zich dat niet voorstellen wat het met mij doet als ik dat terugkrijg als spreker zijnde. Dus ik ben daar enorm dankbaar voor. Ik ben ook altijd enorm dankbaar met alle positieve reacties die je krijgt op de podcast. Dus daarom echt, het doet me zo goed om te zien als jullie een screenshot maken en daar een, een leuke tekst bij schrijven over hoe inspirerend dat jullie de podcast vinden. Maar het viel me dus echt op dat dat onderwerp mensen. In beweging brengt, in beweging zet. Zo kan ik het het beste formuleren. En wat ik ook merk, en ik, ik, zie, ik hoor dat ook wel vaker omdat mensen zien dat ik best wel vaak in een high vibe zit, dat men denkt dat je altijd happy moet zijn om goed te worden in manifesteren. En dat is zo niet waar. Dus de sleutel tot succesvol manifesteren is absoluut niet. Altijd happy zijn. Natuurlijk. Als jij altijd happy bent, je hoor, huh? be my guest. Het <laughs> zou fantastisch zijn. Het is wel vrij uniek, denk ik. En uh, ik luister laatst zelf een podcast. En uh, toen zeiden ze, nou, als je altijd happy wil zijn, dan ga je maar de hele dag Netflixen en, uh, en comedy-series kijken. Nou, ik toen dacht ik bij mezelf, nou, als ik dat ga doen, dan uh, voel ik me super nutteloos. En ik merk dat ik me happy voel als ik groei, dat dat voor mij een ding is. Als ik merk dat ik me uh, ontwikkel, dat ik groei als mens zijn, dat ik daar ontzettend gelukkig van word. Maar moet je dus altijd happy zijn? Nee. Ben ik altijd happy? Nee. Dus laat dat alsjeblieft los, dat is een belemmerende overtuiging. Je moet niet denken, de law of attraction werkt niet voor mij als ik niet altijd happy ben. Dat is echt bullshit. Het is zelfs zo, dat zegt uh, uh, Abram Hicks ook heel mooi, dat, um, dat negatieve dingen, hein, niet zozeer negatieve emoties, maar die zijn vaak het gevolg ervan... Uh, juist goed zijn voor je. Omdat op het moment dat jij weet wat je niet wil, en dat ervaar je door negatieve uh, dingen in je leven mee te maken. En nogmaals, wat is negatief? Want uiteindelijk zijn ze pas negatief op het moment dat jij besluit om daar een, een labeltje aan te hangen. Hè, met negatief erop. Dat, dat zorgt voor contrast. En contrast zorgt ervoor dat we heel duidelijk weten... Als we, niet, als we weten wat we niet willen, weten we ook des te meer wat we wel willen. Dus Abraham Hicks uh, teacht dat uh, als, als, iets, als iets positiefs... En, en wat bijdraagt aan groei en aan verlangen... en daardoor ook aan uh, meer, weer meer uh, kunnen manifesteren. Nou, nu wil ik het ook nog anders benaderen. Want als je het hebt over emoties... hè? Um, dan heb je allerlei emoties. Je hebt positieve emoties, je hebt negatieve emoties. Daar kun je ze indelen in twee groepen over het algemeen. Positieve emoties zijn bijvoorbeeld blijdschap, enthousiasme, uh, verliefdheid, uh, rust. Um, ja, wat zijn er nog meer allemaal positieve emoties? Vrolijk zijn. Um, nou ja, je kan een heleboel gaan opnoemen. En negatieve emoties, daar denk je aan angst of frustratie. Um, Twijfel, weinig zelfvertrouwen. verdriet, dat allemaal. Nou, uiteindelijk hè, gaat het niet om de emotie zelf. maar vooral ook hoe wij denken over de emotie. Want een negatieve emotie hoeft niet per definitie slecht te zijn. Dat hoorde ik laatst en toen dacht ik: wauw, dat is wel. Heel interessant om er op deze manier naar te kijken. Op het moment dat jij bijvoorbeeld angst voelt als ondernemers, en, uh, is het goed als we onszelf uitdagen. Ik uh, heb mezelf als doel gesteld dat ik regelmatig angst moet voelen, want anders dan stretch ik mij niet voldoende. Dat is mijn persoonlijke doel. Vorig jaar merkte ik uh, dat ik verveeld was in mijn bedrijf. Het draaide allemaal best wel aardig, maar ik zat heel veel vanuit thuis te werken. Ik merk persoonlijk dat ik echt aanga en super blij word als ik mensen om me heen heb. Als ik op een podium mag staan, als ik kan spreken, als ik één-op-één uh, coaching kan doen, als ik voor groepen sta. Dat, dat contact, dat, dat, oh, dat, dat vind ik zo fantastisch. En ik had uh, op dat moment alleen maar online coaching. Dus ik zat de hele dag thuis of ik ging in een caféetje werken of whatever. En um, daar voel ik me niet goed over. En toen heb ik mezelf tot doel gesteld: ik ga mezelf meer stretchen. Ik wil weer, ik wil gaan spreken. Dat sowieso dat was een droom die al langer speelde, maar die ik nooit had durven uitspreken op dat moment. En dat ben ik toen gaan doen. Ik ben toen gaan delen van: ik wil uh, spreken voor grote groepen. Dat is echt mijn droom. Een succesvolle carrière als motivational speaker. En ook afgelopen vrijdag, ik sta dan op dat podium. En dan denk ik echt: wat de fuck, wat is dit? Fucking geweldig. Echt, dat is het beste gevoel in de hele wereld. Ga ik dan dat podium op met superveel zelfvertrouwen? Nee, dat kan ik je ook meteen vertellen, want ik was ontzettend zenuwachtig. En dat was ik tijdens mijn event, voor mijn event, uh, in januari, mijn eigen event, ook enorm. Ik was zo ontzettend zenuwachtig en dan word ik echt kotsmisselijk. En ook de weg naartoe en dan merk ik dat ik klamme handjes krijg. En dan heb je het liefst. Op dat moment denk je eigenlijk van oh, ik wil wegrennen. Waarom doe ik dit? Maar het gaat erom, dat is wat ik net zei, hoe je denkt over dat gevoel. En wij ondernemers voelen vaak angst. Op zich is angst voelen voor een ondernemer iets heel positiefs. Want dat betekent namelijk dat je uit je comfortzone komt. En dat is where the magic happens. Daar geloof ik heel erg in. Wil jij groeien, zul je jezelf moeten uitdagen. En zul je nieuwe dingen moeten aanpakken en uit je comfortzone moeten gaan. En op het moment dat jij die angst bekijkt als iets negatiefs en denkt van, oh, dit kan niet kloppen, zo hoor ik me niet te voelen, dit hoort goed te voelen. Dan ga jij dat niet meer doen. Dan denk je, ja, dat spreken is, had ik ook kunnen denken, dat spreken is niks voor mij. Als ik me iedere keer maar nerveus voel, ja, dat spreken, dat is niks voor mij, dat past toch niet bij mij. Ik dacht dat ik het wilde, maar bij nader inzien, nee, 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 dat gevoel, dat, dat, ja, dat wil ik toch niet meer hebben, nee, nee, nee. Of... Je kijkt naar die angst en je voelt hem. En je denkt wauw, wat tof. Dit betekent dus echt dat ik mezelf aan het stretchen ben. Dat ik nu zo fucking nerveus ben. Dit is echt een goed teken. Want dit is echt een teken dat ik uit mijn comfortzone aan het gaan ben. En datzelfde geldt voor het hebben van verdriet. Daar kun je ook naar twee manieren naar kijken. Je kan iets betitelen als heel erg. Of je kunt denken, wauw, wat is het toch? Prachtig dat ik dit kan voelen dat ik zo'n emotioneel mens ben, dat we zoveel gevoelens hebben. En uh, ik weet zeker dat hier wel iets goeds uitkomt. Of het verbreken van een relatie of nou, allerlei negatieve dingen die kunnen gebeuren in het leven. Hoe voel je je over het gevoel dat je hebt? Dat bepaalt alles? Die emotie zelf is maar een indicatie, is, is uiteindelijk maar gewoon ook een emotie. Maar hoe jij besluit om daarmee om te gaan, hoe jij besluit om je te voelen over het gevoel dat je hebt, daar zit de sleutel. En op het moment dat jij je daar bewust van bent en je kan je emotie waarnemen op dat moment. Hè, bijvoorbeeld, ik zat daar vrijdag en ik was de tweede spreekster uh, bij Archana op het Empower Me event. En voor me was uh, Daisy Amersbeek en uh, zij ging gewoon staan en ze vertelde van tevoren ook dat ze niet nerveus was. En ik dacht, wauw Daisy, fuck, dat doe je goed. Dat vond ik echt knap. En wel, ze zei ook heel kort van nou, wel even in de auto, maar voor de rest niet. Dus daar val ik echt super veel respect voor. En zij ging spreken en tijdens haar talk, ik vond het super inspirerend. En ik voelde al: fuck, ik moet zo meteen. Oh, god ik moet zo meteen. En het liefst had ik het achter de rug. Terwijl dat helemaal niet klopt. Want op het moment dat ik daar sta, dan ben ik zo een element. En dan geniet ik zo, ondanks je zenuwen. Ik kan daar zoveel genieten van dat moment. Maar toch, hè, toch even die. Fucking stress en die angst en ja, die, die, die nervositeit, wat zich dan echt wel uit in, in fysiek onwel voelen. En toen dacht ik op dat moment: nee Kim, dit is goed, je hebt dit gewild, het is A voor een mooi doel, plus dit is jouw droom, dit heb je uitgesproken. Je weet dat als je er zo meteen staat dat je het leuk vindt. Je moet hier doorheen, jij kan dit. En zo praat ik dan op dat moment tegen mezelf: jij gaat dit doen, jij kan dit. Jij wil dit, je gaat het voor elkaar krijgen, je gaat die mensen inspireren. En dit is alleen maar een teken, die angst, dat je je goed genoeg stretcht en dat je uit je comfortzone gaat. En dit is oké. Okay. En als we nou eens iedere keer, als we ons slecht voelen, bijvoorbeeld je wil meer zichtbaar worden, dat is de grootste struggle van de meeste ondernemers die een personal brand hebben. Zichtbaar worden. En dan ga je jezelf aanpraten, ja het is niet de juiste tijd. Of ik weet niet waar ik over moet praten. Of ik weet niet dit, of ik weet niet dat. Het zijn allemaal bullshit excuses. Uiteindelijk voel je angst. En je besluit dat die angst niet goed is. En daardoor ga je in uitstelgedrag of ontwijkend gedrag. Maar je gaat in ieder geval niet doen wat je eigenlijk moet doen. En op het moment dat jij nu gaat kijken naar die angst. En een volledig gaat voelen. En dan gaat denken: Wauw, dit is een goed teken. Want dit is een teken dat ik me dus nu echt aan het stretchen ben. Als ondernemer, als mens. Ik ga echt uit mijn comfortzone. En het enige wat er kan gebeuren als je uit je comfortzone gaat, is groei. En naar mijn mening is dat het beste wat je voor jezelf kan doen. Dus als je nu een super grote droom hebt voor jezelf. Nogmaals, die van mij is spreken. Ik blijf het herhalen. Er komt een punt dat ik... En ik wilde ook nog net gaan zeggen dat ik hoop dat ik voor een groep van duizend mensen sta. Maar er gaat een moment komen dat ik voor een groep van duizend mensen sta. En dan weet ik dat ik weer kotsmisselijk ga zijn. En dan weet ik ook dat het... Een supergoed teken is, omdat ik mijn droom aan het realiseren ben en ik me weer voldoende heb gestretcht. Op het moment dat ik namelijk niet meer nerveus ben, zit ik in mijn comfortzone. En van in mijn comfortzone ga ik niet groeien. En dat is precies wat er afgelopen jaar gebeurde. Het bedrijf draaide prima, de lancering was weer prima, maar het was boring. Ik werd niet uitgedaagd. En ik word daar als mens niet blij van. Daar ken ik mezelf goed genoeg uh, in. En ik geloof er ook in dat ieder mens uiteindelijk heel erg happy wordt als hij merkt dat hij zich persoonlijk ontwikkelt. Wij worden happy van groei. Tony Robbins zegt het ook heel mooi. Hij zegt, er zijn six human needs. En eentje daarvan is personal growth. En daar geloof ik heel erg in. Dat ieder mens die behoefte heeft. De een heeft die wat, wat meer dan de ander. Maar over het algemeen, ondernemers, we hebben die behoefte enorm. En groei ontstaat op het moment dat jij jezelf uitdaagt. Dus ga nu eens na... Wat is die grote droom? En je hoeft hem niet te bedenken, want je weet hem. Als je heel eerlijk bent en je gaat puur luisteren naar je hart, dan weet je hem. Wat is die grote droom? Hou op met belemmerende overtuigingen. Geloof erin dat alles mogelijk is, ook voor jou. Bij deze mag je voor mij aannemen: alles is mogelijk en ook voor jou. En ga dan eens iets doen. Het liefst vandaag nog. Uiterlijk deze week. Wat je enorm eng vindt. En je doet het toch. En achteraf. mag je mega trots op jezelf zijn. Als het goed is, voel je ook een enorm gevoel van. I did it! Oh, wow, dit was vet! En het maakt niet uit tot welk resultaat het leidt. Het gaat erom dat je het gedaan hebt. Dat jij jezelf gepusht hebt om uit je comfortzone te gaan. En dat het fucking vet aanvoelt achteraf. En hoe te vaker je dat doet. Wat dat doet hoe te meer dat jij ook jouw oneindige potentieel gaat voelen. <coughs> ik drink heel even wat en ik merk dat ik een droge keel krijg, sorry. En hoeveel te meer dat jij jouw oneindige potentieel gaat voelen, hoeveel te meer dappere keuzes en dappere stappen jij gaat zetten, hoeveel te meer zichtbaar jij gaat zijn, hoeveel te meer dat je uit je comfortzone stapt en hoeveel te meer dat jij je licht gaat laten schijnen. Want je moet niet denken, ik ben te laat, er zijn al mensen die dit hebben gedaan. Boeiend, jij bent uniek. Het maakt niet uit wanneer je start, het maakt niet uit hoe oud je bent, het maakt niet uit wat je doet. Als jij voelt dat jij iets te doen hebt, dan is de enige die jou tegen kan houden jijzelf. En laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Want hoe zonde is dat dat jij ervoor kiest om je te laten leiden door angst? In plaats van liefde. Angst in plaats van vertrouwen. Dus kijk naar die angst. Voel hem en denk dan. Hé, hey, oké, okay, dat is een goed teken. Ik voel me echt shit nu, maar dat maakt niet uit. Want dat betekent dat ik aan het groeien ben. Dat betekent dat ik me stretch. Dit betekent dat ik me uitdaag. Dit is een goed teken. Me slecht voelen is een goed teken. Dit klinkt super stom, maar je snapt hem helemaal. Nu wil ik super graag van jou horen. Ga me alsjeblieft stuur me een DM op Instagram. Ik wil super graag van jou horen. wat jij gaat doen. wat volledig uit je comfortzone is. Wat is jouw droom en wat ga jij doen. om jezelf te stretchen, om dichter bij die droom te komen? Wil je dit met me delen, alsjeblieft? Dan kunnen we samen namelijk nog meer ervoor zorgen dat jij die dingen gaat manifesteren. Stuur me een DM op Instagram en, en deel met me jouw allergrootste droom. Dan zeg je: hé hey Kim, naar aanleiding van je podcast, wil ik super graag mijn allergrootste droom met je delen. En dit is wat ik ga doen. Of je doet het en je stuurt me daarna een DM en je zegt: En dit is wat ik heb gedaan. Jouw keuze. Maakt niet uit. Maar deel het met me. Ik, zou, ik wil zo graag van jullie horen: wat is jouw droom? En wat is het wat jij gaat doen om uit die comfortzone te komen? Wat ga jij doen om jezelf te laten groeien? En oh man, wat voelt groei super lekker. Let me know. Dankjewel voor het luisteren, maar doe dit niet alleen. Laat het niet bij luisteren. Laat het alsjeblieft niet bij luisteren. Doe er wat mee. Ga jezelf stretchen als ondernemer. Kap met die belemmerende overtuigingen en ga doen wat jij hier te doen hebt. Wat is je droom? En hoe ga jij jezelf stretchen? Wat ga jij doen om uit je comfortzone te komen? All right. Ik hoor het super, 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 super graag. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei!